We hebben het nu even weer over jouw muziekkeuze. Kun jij eens even kijken, ja, de nummers die je nou hebt gekozen, dat, of je daar nog iets over wil vertellen? Nou, kijk, wat je in die nummers wel terugziet, is dat er toch veel zangers en zangeressen zijn met een rauw randje aan de stem. Dat, nogal. Daar hou ik wel van. Ja. En van een beetje tempo en een beetje hard, daar ben ik ook wel van gecharmeerd. Mm-hmm. Maar je ziet ook in de nummers die ik gekozen heb, het verloop in de tijd. Hoe je muzieksmaak toch meegaat met de tijd waar je in leeft. Ja. En het tempo ligt hoger tegenwoordig. Nou, dat zie je dus ook in mijn muzieksmaak. Wel terugkomen. Ja. Maar het hangt natuurlijk ook van je stemming af, waar je naar wil luisteren. En, ik ben begonnen met symfonische rock. En nou ja, maar er zijn ook tijd dat ik gewoon een lekkere rockballet of zo kan opzetten. Ja, dat is ook prima. Heb jij, weet je nog wat jouw eerste plaat was die je gekocht hebt? Ja, mijn eerste LP, dat was, dat vergeet ik nooit, die staat nog in mijn kast, dat is Hard. De rockband uit Amerika, ja, met Crazy on You. Zeker, ik heb hem ook. Ja, leuk. Ja. En wat heb je nou in je auto? Waar luister je naar in de auto? Nou, ik heb altijd in mijn auto Anouk en Joe Cocker. En dat wordt dan afgewisseld met andere cd's die een beetje... Die wissel ik dan maar regelmaat. Oh, op dit moment ligt erin Kane en David Guetta. Oh. Ja. Ja, dus is inderdaad bij de tijd. Dat probeer ik wel te blijven, Jan. Ja, en heb jij dan cd's of heb je memory stick? In mijn auto heb ik nog cd's. Ja, 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 ja. En gewone ouderwetse cd's of mp3 cd's? Nog gewone ouderwetse. Ja, ja. Kijk. En ga je ook naar concerten? Ja, ja, dat hebben we altijd al wel gedaan. We hebben ook een tijd in het Westen gewoond. Dan was het wat makkelijker om naar de Kuip, Ahoy of waar dan ook te gaan. Ja. Het laatste concert, grote concert waar we geweest zijn, was in het Gelredome, Ilse de Lange. Mm-hmm. Maar we gaan ook veel naar theaterconcerten. Dus aanstaande vrijdag weer naar Pink Floyd Tribute Band in de Lampengiet. Coverbands, dat is de leuk. De coverband, ja, ja, hartstikke leuk. Ja. Die doen echt hun best om zo mooi mogelijk te... Nou, vaak komen ze er ook wel heel erg dichtbij, hoor. Dus dat is wel heel erg mooi. De Dutch Eagles, hè? Ja, twee keer geweest. En je ogen dicht doen en ze staan daar gewoon. Ja, dat is echt heel prachtig. Ja. En televisieprogramma's met muziek, kijk je daar ook? Nou, ik vind sowieso altijd Top 2000 serie erg leuk. En vooral de verhalen van Leo Groothuis. Daar zijn we ook in theater naar geweest. Okay. En verder, ja, weet je, daar hebben we niet altijd de tijd voor om dat soort programma's te bekijken. Dat is ook wel zo, hè? Ja, als ondernemer ben je dag en dag bezig met je werk. Ja, maar de singer-songwriters, dat zijn dan dingen die je gewoon als ontspanning 's avonds nog wel eens even naar kijkt. Als het ervan komt. En dat vind ik dan nog wel leuk om te zien, ja. Hmm. En als je nou zeg maar in totaal kijkt, heb je niet echt één uitgesproken groep waarvan je zegt van nou, dat is toch wel mijn ding? Nou, Joe Cocker en Anouk zijn wel mijn ding. Ja. En qua groepen, ja, dat hangt ook gewoon van mijn stemming af. En, ja. Oké, nou, dat was het weer, Rob. Nou, hartstikke leuk, Jan. Dank je wel dat je mijn gast wilde zijn. Heel interessant om eens te horen over subsidies. En het is toch een hele ingewikkelde materie. En het is fijn dat er specialisten op aarde zijn zoals jij die daar een handje in kunnen helpen. Dus dank je. We doen ons best. Dank je wel dat je mijn gast wilde zijn. Ja. Dan bedankt ook aan René van Schenkhoff die weer vlekkeloos met de knoppen heeft zitten schuiven. Het was geweldig. En de coaching van Peter van Hagen, hartstikke goed. Dank je wel. Volgende week is mijn gast Thomas van den Boezem, een start-up van Box Bites uit Wageningen. Een student die zijn eigen bedrijf is begonnen. Hartstikke leuk en we gaan er met heel veel plezier naar luisteren. Ik wens u allemaal een fijne avond en tot de volgende keer.